Hij droomt eigenlijk meer van om ondernemer te worden dan rapper. Oké, okay, dus, een soort volgende fase. Volgende fase. Hey, is hij nou, jongen? Ja, goed. Ik zei het net al van Femke is je voormalige pareltje, maar een andere boef is ook. Nee, die zit ook niet meer ze bij jou. Ze spreiden vleugels allemaal, jongens. Ze willen vliegen. Wat is er aan de hand? Dat is goed, toch? Dat je samenwerkingen zijn niet voor eeuwig. Dus maar wat zit daarachter dan? Is dat in goede harmonie uit elkaar? Ja, het is in goede harmonie uit elkaar. Die jongens heel erg aan het ondernemen. Dus wil ook iets voor zichzelf, zijn eigen label beginnen. Dat is toch goed? En hoe vertelde die het aan je? Nou, dat is gewoon een behoefte. Dat groeit, hè. Dat groeit. Ja, maar dat dan belt hij jou en dan zegt hij... Joh, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat groeit. En ja, hij heeft nu callcenters, dus hij heeft allerlei ondernemingen. En hij droomt eigenlijk meer van om ondernemer te worden dan rapper. Oké, okay, dus, een soort volgende fase eigenlijk. Volgende fase, toch? Hartstikke goed. Ik vind het jammer wel. Ik ga zelf ook verder namelijk, dus het komt iedereen goed uit. Ik ben zelf ook al een tijdje heel erg aan het ondernemen. Ja. Dus het is een win-win situatie voor iedereen, toch? Oké, okay. En hou je nog wel iemand over of op deze manier? Ik ga jou tekenen, heb ik gehoord. De journalist van de toekomst, jongen. Een paar joetjes verdienen met jou, jongen. Ja, dan je verdient toch geen reetekening, hoor. Godsamme zeggen, jongen. Je knalt op telegraaf.nl. Ja, ja, ja. Nou, jongen, je bent een soort van Alberto Stegeman van Telegraaf aan het worden, jongen. Nou, zeg dat even tegen mijn baas. Ik krijg Ga ik zeggen, baas Paul, toch? De eindbaas Paul J. Ali B. Want deze gast die is echt van YouTube-ster, Telegraaf-ster. Jongen, binnenkort jongen, televisie-ster en is helemaal klaar. Nou, ik betaal je zo meteen. Ja, later.